Macrofotografie gaat eigenlijk om een onderwerp en een omgeving. Hoe isoleer ik dat onderwerp? Hoe zorg ik ervoor dat die kijker meteen weet waar het om gaat? Er zijn eigenlijk drie methoden voor. De eerste methode is scherpte en onscherpte. Een scherp onderwerp op een onscherpe achtergrond zorgt er meteen voor dat de kijker meteen naar het scherpe onderwerp kijkt, oftewel dat je meteen de aandacht hebt waar je het wil hebben. Vanuit de techniek van de camera ga je dan aan de slag met scherptediepte, met een kleine scherptediepte, bijvoorbeeld door een klein diafragmagetal te gebruiken. Heb je nou geen camera met een enorme laag diafragmagetal voor een onscherpte? Ja, dan kun je bijvoorbeeld ook ervoor kiezen om dicht op je onderwerp te kruipen. Want hoe dichter je op je onderwerp kruipt, hoe kleiner de scherptediepte ook wordt en hoe onscherper je achtergrond wordt. En datzelfde geldt ook met zoomen. Hoe verder jij inzoomt, hoe onscherper je achtergrond wordt. Zorg dat de afstand tussen je onderwerp en die achtergrond ook lekker groot is. Hoe groter die afstand, hoe onscherper je achtergrond wordt en hoe mooier en ondersteunender hij wordt. De tweede manier om te isoleren is in feite licht en donker. Als je onderwerp lichter is en de achtergrond wordt donkerder, dan krijg je meteen dat de aandacht naar het lichte onderdeel gaat. Dus op het moment dat jij ervoor kan zorgen dat je wat licht kunt laten vallen op je onderwerp, het zij natuurlijk licht, het zij dat je zelf licht gaat maken of dat je juist de achtergrond wat donkerder kan maken, dan zorg je ervoor dat die aandacht daar terecht komt. En de derde methode is kleur. Een rode roos in een hele berg rode rozen, ja, die valt niet op. Maar op het moment dat die rode roos te midden van allerlei andere kleuren staat, heb je meteen de aandacht. Dus zorg voor kleurcontrasten. Zorg voor een afwijkende kleur van je onderwerp of je achtergrond. Nou, we weten nu alles over het onderwerp, hoe we dat gaan isoleren. We weten wat over de achtergrond, hoe we die mooi en ondersteunend kunnen maken. Dan hebben we natuurlijk ook nog de samenhang tussen beiden. En die samenhang tussen achtergrond, voorgrond, onderwerpen, elementen noemen we compositie. Misschien heb je wel eens gezien in jouw beeldscherm van je camera dat je daar die lijnen hebt lopen. Die twee lijnen horizontaal, twee lijnen verticaal. Dat zijn de gulden sneden of de regel van derde lijnen. En dat betekent als je die snijpunten gebruikt of je gebruikt zo'n lijn en je zou een stengel hebben met een bloem. Dat je bijvoorbeeld die stengel op zo'n lijn kunt zetten en die bloem op zo'n gulden snede kruispunt kunt zetten. Dat wordt ook wel het gulden snede punt genoemd. En dan zie je dat je een soort onbalans hebt in je foto. Aan de ene kant heel veel ruimte, aan de andere kant heel weinig ruimte. En die negatieve ruimte, eigenlijk de ruimte om het onderwerp heen, dat is eigenlijk de meest spannende ruimte waar jij als fotograaf mee kan spelen. Oftewel, zoals een fotograaf mij ooit vertelde, als je onderwerp maar uit het midden haalt, is het soms net alsof je kunt fotograferen. Ik zou zeggen, doe er je voordeel mee, maar speel met je onderwerp in die hele grote ruimte. Als je met de achtergrond aan de slag gaat, dan is het niet alleen maar een kwestie van je lenskeuze of je scherptediepte. Maar het is minstens net zo belangrijk als waar bevind jij je ten opzichte van je onderwerp. Zorg dat je op ooghoogte van je onderwerp fotografeert. Dus is je onderwerp laag, ga niet van boven naar beneden fotograferen, maar ga door de knieën, soms wel plat op de grond liggend, neem anders eventueel een vuilniszakje mee. Maar zorg dat je net zo hoog als dat onderwerp bent met jouw camera. En op dat moment zie je ook dat de achtergrond vaak het verste weg is. Kom jij schuin naar je onderwerp toe, ja, dan is die achtergrond vaak veel dichterbij. Immers dat is dan de grond, hè? Denk aan een bloem bijvoorbeeld. Dus zorg ervoor dat jij net zo hoog bent als het onderwerp zelf. Nou, nu we alles weten over onderwerp en achtergrond, gaan we lekker aan de slag. En de volgende aflevering ga ik je laten zien hoe je allerlei prachtige detailsfoto's kan maken zonder macrolens. Heb je nou wel een macrolens? Ja, niet getreurd, want ook dan zitten er heel veel goede tips bij. Want die macrolens komt de aflevering daarna ook uitgebreid weer aan bod.